dat is een serie lampen die de brandgrens aangeven die in 1940 ontstaan was na het bombardement. Tot dat stuk is de stad afgebrand. En een jaar of 3 geleden heeft men besloten om die herinnering levend te houden door die lampen overal aan te brengen. 1 keer per jaar, op de 5e mei, wordt nog een keer heel veel extra verlichting aangebracht. En dan kun je zelfs in de hemel zien, door de weerschijn van grote schijnwerpers tegen de wolken, hoe groot die brandgrens eigenlijk is. Hoe groot het gebied is waarbinnen Rotterdam is afgebrand. Maar het is bedoeld, ja, een soort monumentje eigenlijk. Ja, je ziet daar vlammen van de stad, je ziet een brandend gebouw rechts, je ziet een vliegtuig daarboven, boven de gebouwen. En je ziet links Zadkine met zijn armen omhoog, beroemde beeld. Wat symboliseert de stad zonder hart.